Hallo mensen van Bowndown, ik ben Rico Serp Gameplay. We staan hier met allemaal YouTubers. We hebben net de film Bros Before Hoes gezien en we gaan gewoon wat interviews afnemen. Meer daarvan na de intro. Ik sta hier naast een van Jordi's vrienden. Hoe voelt het nou om vrienden te zijn met Jordi? Het is echt heel erg leuk. En hoe zijn jullie vrienden geworden? Via een dating site. En vind je het jammer dat jullie vrienden zijn? Is het nog te verbreken, denk je? Never. Oké, we gaan de andere vriend van Jordi, want Jordi heeft namelijk zijn vrienden meegenomen, jongens. Hoe gaat het, vriend van Jordi? Ja, gaat wel. Hoe is het om vriend van Jordi te zijn? Want dat willen kijkers denk ik wel weten. Moet maar. Je doet ermee? Worden betaald. Had je liever andere vrienden gehad of... Nee, is wel goed. Kan ermee door. Wat voor cijfers zou je Jordi geven als vriend? 7,5. Oké, en jij? Dikke 10. Ben jij een YouTuber? Nee. Ik ben een muzikant. Wat doe je hier dan? Ik ben uitgenodigd door een vriend van mij, die is wel een YouTuber. Oh, kun je meenemen naar hem? Hij zit daar binnen, dus hij is aan het filmen. Oh ja, moet ik daarheen rennen denk ik? Ja, helaas, kan niet. Gaan we verder. Hey Ronald, jij maakt toch ook YouTube filmpjes soms af en toe, een beetje af en toe? Heb ik jou de vorige keer niet gemeld bij de beachparty dat ik je niet mag? Ik kan me niet herinneren. Ik kan even terugrollen camera, flashback. Niemand mag jou. Ik mag mezelf. Yo Erik, hoe vond jij de film? Ja, ik vraag of je een YouTuber bent. Ik ben een YouTuber. Oké, dan kunnen we verder naar vraag 2. Ben je mijn bro? Ik ben je bro. Denk ik tenminste. Wij maken YouTube filmpjes. Zijn we automatisch bro's? Ja, wij zijn Minecraft bro's. Wij doen altijd Minecraft, hè? Ja, tuurlijk. Ja, dat bedoel ik. Heb je ook nog wat diamonds bij dan, of niet? Pak ze er even bij. Ik heb alleen papieren bij me nog van mijn medicijnen voor mijn oor. Die heb je niet in Minecraft toch? Of is dat een mod? Mijn Minecraft skin heeft geen oor. Ik weet niet of jouw Minecraft skin een oor heeft. Nooit van nagedacht. Timo, wat is jouw Minecraft skin? Ik ben een eenoog. Waarom ben je een eenoog? Ja, om tot twee oog is te... Serieus, waarom zijn jullie van één gamekanaal? Waarom hebben jullie één oog? Ja, nou je het zegt. Waarom hebben wij één oog, Ronald? Waarom hebben jullie... Ja, één game... Oh, ja. Heb je daar wel eens over nagedacht op die manier? Eén gamekanaal, één oog? Maar als je ons al samen neemt, zijn het er weer twee. Dus dan is het ook weer... Jullie zijn eigenlijk samen echt bros for life. Eigenlijk wel, ja. Kijk, als jij mij slaat, dan voelt hij de pijn, omdat hij ook... Maar hij is mijn andere oog. Zie dat? Rustig aan, man. Oké, duidelijk. We gaan verder naar andere mensen. Jij maakt ook YouTube-filmpjes, toch? Ja, dat klopt. Waarom? Ik heb geen idee. Je weet echt niet waarom je YouTube-filmpjes maakt? Nee, dat is gewoon eigenlijk gewoon een hobby uit de hand. Vind je het ook leuk om te doen, of zit je met tegenzin? Oh, nee, verdomme. Minecraft. Ja, verdomme kut Minecraft. Nee, ik vind het leuk om te doen. Het is gewoon uit de hand gewoon hobby en nooit echt gedacht dat ik eraan zou beginnen. Maar... En bakken met geld, hè? Ja, jongen, ik zwem erin. Nee, 20 euro per maand. Ik ben hier met een privéjet gekomen net. Ja? Ja? Ik ben hierheen geteleporteerd. Heb je die nog niet? Nee, sorry. Is het een mod? Ja, jongen. Minecraft. Hey Sam, jij bent ook YouTuber, toch? Nee, dat doe ik niet aan. Sorry, man. Waarom zit je... Oh, wacht. Zo. Kom even goed staan. Denk jij wel eens na over een YouTube-carrière? Ja. Ik heb gehoord dat je daar veel geld mee kan verdienen, namelijk. Echt? Ja. Kom nu pas achter. Ik dacht echt gewoon dat ik het alleen maar voor de lol deed. En dat ik het echt alleen maar... Maar nu, dus uiteindelijk doe ik het echt alleen maar voor het geld nu, hè? Ik raad je aan extra veel ads erop te zetten. Extra veel? Maar elke minuut een midrol. Dat kan niet. Jammer. Anders had ik het gedaan. Ja, dat vind ik jammer. Echt jammer. Nou, dan houd het op. Wat vond je van de film? Ik vond... Ja, ik vond het wel leuk dat Theo Maassen erin is. Ik ben groot fan van Theo Maassen. Nou, ik niet. Slime. Ik niet. Ik kijk geen amper Nederlandse film. Ik kijk zelfs amper films. Kijk je wel Minecraft-video's? Van mezelf. Ik kijk ze alleen van mezelf. Die vind ik het leukst. Hey Vincent, heb je zin in een klein interviewtje? Je bent de mol, man. Ik ben de mol niet. Met de mol praten. Ik praat nu met de mol. Nee, maar even serieus. Jij bent toch heel gigantisch fan van Rick's Avonturen? Ja, Rick's Avonturen. Vooral met Sinterklaas. Ja, vond je die goed? Ja, die vond ik heel goed. Wil je dan misschien de pet op? De pet? Oh shit. Ben ik nu echt een Pokémon trainer? Nu ben je echt Rick van Rick's Avonturen. Ben je nu een Pokémon trainer? Nou, Rick van Rick's Avonturen draagt hem altijd een beetje scheef, hè? Sorry. Ja, zoiets. Alleen de andere kant op. Ik draag hem altijd naar rechts. Ben ik goed door jullie? Oh, naar rechts. Zo, en dan ben... een beetje zo, een beetje zo. Oh, ben ik dat je een beetje, dat je krullen kunnen zien. Wacht, ik doe er een krul in. Vind je het mooi? Dat is eigenlijk een 2-minuut versie van, hè? Oh nee, die ga je ook niet. Ga die nu gebruiken, dat zullen ze heel leuk vinden. Dan ga je gewoon die hele intro. Die respoelen, weet je wel. Ja, nou, komt ie!
We'll be right back.